Yes! Nogmaals een goedenavond, mensen! Ik ga het nog een keer vragen, omdat ik zie dat boven niet echt meegewerkt wordt, helaas. Een goedenavond, mensen! Ik heb net al een heleboel verteld. En ik ga het nu even in een notendop voor de mensen die echt net pas binnenkomen lopen. Mijn naam is MC Fit, by the way. Waarom is het vandaag belangrijk, Red Bull Studios Live? Is omdat er al 2 jaar lang keihard gewerkt wordt in 11 studios over de hele wereld met verschillende artiesten aan hele mooie projecten. En daar heeft Red Bull niet echt over lopen schreeuwen. En dus vandaag proberen we als eerste even naar buiten te treden met wat voor mooie dingen daar gebeurd zijn. Zo is er ook een Red Bull Studio in Amsterdam, waar een heleboel goede artiesten mee hebben samengewerkt. Ook de artiesten die hier vanavond op het podium hun muziek gaan laten horen. Ja, ik heb het over Mr. Props. Ik doe het even nog een keer. Het zijn echt dezelfde mensen daar. Ik heb het over Mr. Props. Ja, zo kan het niet gewoon meteen. Ik heb het over Akwasi. Ik heb het over die ene gast, eigenlijk de beste artiest van de hele wereld, MC Fit. Maar zo zijn er nog meer andere artiesten die ik niet ga noemen nu. Die ook met de Red Bull Studios hebben samengewerkt. Ook zijn er organisaties die hebben samengewerkt met de Red Bull Studios. Oh ja, wacht even, wat belangrijk is. Eigenlijk is vandaag het belangrijkste dat er een boek gelanceerd wordt. Die een aantal mensen die een, hoe zeg je dat, voucher, zeg je dat zo? Heet dat een voucher? Wat ik wil? Dan zeg ik voucher. Dus alle mensen met een voucher, die kunnen zo'n boek ophalen vandaag. De mensen die dat niet hebben, die moeten gewoon op de site kijken om te kijken hoe ze aan het boek kunnen komen. Het is heel exclusief allemaal. We hebben iemand die net keihard heeft gewerkt aan zijn speech, waar ik het nog een keer wilde doen. Die ga ik nu aankondigen. Dat is iemand die keihard samenwerkt met Red Bull Studios. En ook een marketingleider van SAE Studios. Waar ook een heleboel engineers vandaan komen. Als ik hem aankondig, kunnen jullie dan alsjeblieft wat geluid maken voor Dennis Beentjes! En hij gaat ons een beetje uitleggen hoe de samenwerking precies van stand tot stand is gekomen. Zo, keihard gewerkt aan een speech, zegt hij dan. Dat is een goeie. Dan sta je dan in de melkweg. Ja, mijn naam is Dennis Beentjes. Ik ben van het SAE Instituut. Mensen die SAE Instituut niet kennen, wij zijn een school. Wij geven opleidingen. We hebben 50 vestigingen wereldwijd. Wij verzorgen opleidingen op het gebied van creatieve media. En een van onze hoofdtakken van sport is music en audio production. En nou ja, wij leiden mensen op tot geluidstechnici en audio engineers. En als je één ding wel ziet van al die mensen die vooral audio engineering bij ons volgen, en er zitten een paar mensen hier in het publiek van die opleiding volgen, maar ook als engineer in de Red Bull Studio werken, dan is het wel passie. Ze hebben passie voor muziek. Ze maken muziek, ze DJ'en, ze produceren. Het is echt onderdeel van, nou ja, van hun leven, het is een lifestyle. En als er wel één merk is dat uiteindelijk muziek als een lifestyle begrijpt, dan is het wel Red Bull. Dus toen, eind 2011, toen Red Bull ons benaderde van willen jullie meewerken aan het opzetten van een studio, als onderdeel van het Red Bull Studio netwerk, waarbij er al, nou ja, er zijn studio's in Los Angeles, Londen, Cape Town, Parijs, en dan komt er ook nog eens eentje in Amsterdam. De mooiste stad van Europa. Dus we waren eigenlijk heel blij om daarmee samen te werken. We zijn eigenlijk vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. Het bouwen van de studio, dus het design en dat soort zaken. En dat was een uitdaging. Want die gasten van de Red Bull zijn niet makkelijk. Alles moest in de puntjes geregeld worden in de studio. Op elk patchpoint, dus eigenlijk waar al die kabels uitkomen, daar staat Red Bull op. Op welke muur staat Red Bull? Er zit natuurlijk ook een prachtige. Er zit ook vol met Red Bull. Koelkasten vol met Red Bull. Dus het is vol met adem Red Bull. Maar waar het vooral om ging, was dat de studio uiteindelijk creativiteit en inspiratie uiteindelijk ademde. En ik denk
ondanks dat ze heel moeilijk waren met het opbouwen van die studio, want ze waren heel kritisch, dat ze daar wel toegekomen zijn. Wat het vooral om draait in onze samenwerking met Red Bull Studios Amsterdam, is dat wij leveren de engineers voor deze studio. Red Bull levert via hun netwerk hun netwerk artiesten aan. Dat kunnen lokale artiesten zijn, upcoming artists, gerenommeerde artiesten, die allemaal een plek krijgen in Red Bull Studios om daar samenwerking aan te gaan. Gratis studiotijd om uiteindelijk aan je muziek te werken. En dat is heel bijzonder in dit soort tijden, als we kijken naar de muziekindustrie die sterk is veranderd. En wij leveren uiteindelijk die engineers voor deze studiosessies. En dat is voor ons een waanzinnige mogelijkheid. En vooral voor de studenten is dat een uitgesproken kans om uiteindelijk hun skills te tonen. Je moet je voorstellen, je bent een student, je leert geluidstechnicus te worden, je produceert ook waarschijnlijk zelf muziek, je DJ't. En je krijgt de kans om in de studio aan het werk te gaan, om met die internationale en nationale artiesten aan het werk te gaan. En dan kom je de meest rare dingen tegen. Artiesten die eens 3 uur te laat binnenkomen, of artiesten die bezig zijn en zeggen we willen s'nachts doorgaan. Maar ook bijvoorbeeld artiesten als Kevin Sanderson die eventjes in Amsterdam zijn en een creatieve inslag hebben, zeggen we willen daar aan de slag, dan moet je daarop voorbereid zijn. Maar dat is uiteindelijk waar het om draait. Het gaat om die improvisatie, maar ook die creativiteit. En onze studenten kunnen daar volledig van gebruik maken. Ze kunnen in de studio aan de slag. Maar het mooiste is wel eigenlijk dat ze aan het eind van hun periode samen gaan werken met al die internationale en nationale artiesten. Zij zijn na de studiosessies, gaan ze de studio in met de artiest, in de eigen studio, maken hele albums en uiteindelijk komt daar dus uiteindelijk nog meer uit dan alleen maar die sessies binnen de studio. Uiteindelijk waar het om draait is ook voor de geluidstechnici, ook voor die mensen die aan het begin staan van hun carrière, geeft uiteindelijk Red Bull ook vleugels. Uiteindelijk krijgen zij de kans om uiteindelijk hun skills en alles uiteindelijk nog verder te ontwikkelen. Dus wij zijn ontzettend blij wat er hier in Amsterdam gebeurt, dat Red Bull ook hier in Amsterdam die studio heeft, de kans geeft aan artiesten, beginnende artiesten, om samen te werken met gerenommeerde, zelfs internationale artiesten, maar ook mensen die uiteindelijk de technische kant verder weer ontwikkelen als engineer, ook daar de ruimte voor krijgen. Dus wij zijn ontzettend blij dat we daar aan het deel mogen nemen. We zijn ook ontzettend blij dat we al die partijen hier verder bij betrokken zijn, dat we dat nog een aantal jaren mogen doorzetten. En ik wil ze in ieder geval alleen maar iedereen feliciteren van Red Bull met dit prachtige project. Ik vind het wel een applausje waard zo. Dames en heren, Dennis Beentjes, laat je horen. Nog een samenwerking met Red Bull. Dan heb ik het over de A&R manager van BMG Talpa Music. Niet de allerkleinste natuurlijk. Die ook weer hetzelfde gaat uitleggen over de samenwerkingen tussen Red Bull. Kan ik alsjeblieft de kaartenplaats krijgen voor Jeroen de Rehost? Hallo. Zo, heftig dit. Ik ben Jeroen de Rehost, A&R manager van BMG Talpa Music. En ik ga het heel kort houden. BMG Talpa Music is de grootste publisher van lokaal repertoire in Nederland. En we hebben een internationaal roster. Daaronder staat Afrojack staat erop. Maar ook Jan Smit, Nick en Simon, Mr. Props. Maar ook Bakermat en vele anderen. Ik heb eigenlijk in het kort wil ik eventjes vertellen waarom een initiatief als de Red Bull Studios eigenlijk zo goed is voor zeker beginnende artiesten. Nou ja, zoals jullie weten, er valt niet zoveel geld meer te verdienen met muziek. Dus mensen moeten creatief worden, ook met kosten. En een Red Bull Studio, daar kan je dus eigenlijk gratis in voor de mensen die het niet weten. En op die manier kunnen een heleboel jonge artiesten, jonge schrijvers, kunnen daar gebruik van maken. Ik kijk even op mijn lijstje. De ligging van de Red Bull Studios is Amsterdam.
En het is een heel goed creatief punt, omdat er heel veel internationale acts komen daar langs. En de Red Bull Studios biedt altijd plaats, zeg maar, voor dit soort initiatieven. Eergisteren waren Skip and Die, Jack Parrow en onze schrijver Sub Yao nog samen in de studio. Dus het is prachtig dat dat soort acts kunnen samenkomen. En het geeft het kijken waarom de Red Bull Studios handig zijn voor publishers als wij, is dat letterlijk en figuurlijk, en geeft het de ruimte voor de ontwikkeling van componisten. En we gaan straks wordt een boek gepresenteerd. En daarin wordt eigenlijk een mooie periode van 2 jaar afgerond en in beeld gebracht. Dus maar daar gaan vast nog wel wat andere mensen over vertellen. Bedankt. Dames en heren, Jeroen ter Reijhoofd, Maxwell Noyce. Oké, dan is nu eigenlijk het grote moment aangekomen om het boek te presenteren. En dat ga ik. Ik heb al een boek gekregen. Ik heb al een boek tot mijn beschikking. En die mag ik ook aan twee matties van me geven. Wat ik heel tof vind eigenlijk, want vroeger zagen we elkaar alleen maar on the streets en in kleine studio's. En tegenwoordig treffen we elkaar op dit soort plekken. Mag ik naar voren roepen? Akwasi en Mr. Props! Nou, ik heb hier een boek voor je. Alsjeblieft. Hey, Mr. Prof. Hey, ik heb een boek voor je. Wil je er iets over zeggen? Ja, het is heel warm. Kan je hem zelf vasthouden, man. Hoe werkt het? Dankjewel. Mag ik een applaus op Pit? Ja, een boekje is heel mooi. En ik denk, ik ben heel erg blij met de Red Bull Studios. Omdat het album waar ik nu mee bezig ben, daar ergens. Het is vorig jaar in januari begonnen. De Red Bull Studios in Amsterdam heeft ons echt een soort van kickstart gegeven. Dus het is een blessing om hierin te zijn, om hierin te staan. Dus dat vind ik dope. Thanks. Dankjewel, Red Bull. Hier. Ik had eigenlijk helemaal geen speech voorbereid. Wat ik wil zeggen is sowieso shout-out naar Red Bull voor het feit dat ze zaadjes planten voor de toekomst. Weet je? Ze helpen artiesten te ontwikkelen, weet je wel, ze faciliteren het, dat hebben ze bij mij ook gedaan. We hebben een hele toffe sessie gehad en er zijn hele mooie dingen uitgekomen. Ik kan er niet veel over zeggen, ik bedoel, ik vind het tof dat we hier allemaal zijn met z'n allen en sowieso, big up. Red Bull, sowieso. Dames en heren, Mr. Props en Akwasi, make some motherfucking noise. Ik denk dat het nu een beetje tijd is van muziek, toch? Daar zijn jullie hier voor, toch? Weet je? Of niet? Ik denk dat het een beetje tijd is van muziek, daar zijn jullie hier voor, toch? Of niet? We gaan even zorgen dat alle keeltjes goed dingen zijn en dat er water wordt gedronken, dat de band eventjes kan voorbereiden. Dus we, alsjeblieft, Mr. OJ, zou nog een paar plaatjes willen draaien voor deze mensen voordat we met de show beginnen. Kunnen jullie wat geluid maken voor Sir OJ? Verdoen we dit? We zijn zo direct bij jullie terug. Let's go!